De trouwe bosuilen zijn er zoals elk jaar vroeg bij. Al 2 kuikens. Ze zijn ruim 2 weken oud. Moeder brengt de hongerige kuikens een vers gevangen merel. En ook vader vliegt af en aan. Dit keer brengt hij een muis. Dit kuiken begint niet zoals altijd bij de kop. Nee hoor, zo gaat het ook. Achterstevoren. En lukt dat? Ja, in 1 keer. De slechtvalken broeden weer hoog in de toren in Noord-Brabant. Moeder vliegt even weg. En vader neemt het broeden over. Voorzichtig legt hij zijn warme borst over de 4 eieren. De kerkuilen gaan wat later aan de leg. Deze man en vrouw hebben elkaar gevonden en dat ziet er goed uit. Daar komen eieren van. Man is op jacht geweest en brengt een verse muis mee naar de hooiberg. Hij gaat als eerste de kast in. Vrouw komt de prooi halen, maar wat doet man? Hij eet de muis zelf op. Tevreden gaat hij daarna op het plankje zitten slapen. Vrouw Kerkuil moet het doen met een oude muis. Dit jaar kunnen we een nieuw zeearendnest bewonderen, net als vorig jaar in Friesland. Vorig jaar december bezochten ze voor het eerst het nest en ondertussen hebben ze het nest al flink opgebouwd. Moeder heeft zelfs al eieren gelegd. En de zeearenden verblijven nu permanent op hun horst. Hoeveel eieren ze hebben, kunnen we pas zien als de kuikens verschijnen. Terug van weg geweest bij Beleefde Lente, de grootste uil van Europa, de oehoe. Dit paar heeft een nest in Noord-Holland. En omdat hier geen rotsen zijn om te broeden, hebben ze een mooie richel in deze schuur uitgezocht. Moeder broedt op 4 witte eieren. Vader gaat elke nacht voor haar op jacht en brengt haar de ene naar de andere muis. En af en toe, dit lijkt wel een jong konijn. Tot slot een primeur. Al een paar jaar broedt de visarend in de Biesbos en nu hangt ook daar een camera. De visarenden zijn nog onderweg uit West-Afrika. Maar ondertussen wordt het nest al goed bezocht door Nijlganzen en Canadese ganzen.